Hallo, hier is Noor van Verdienen met Video. Dus ik ben gevraagd om mee te werken aan een interview. En ik zei tegen Ineke, die mij hiervoor heeft gevraagd, goh, nou, dat is misschien wel leuk om dat via een video te beantwoorden, alle vragen. En de eerste vraag die Ineke mij stelde op de mail was, wat is jouw droomplek? En nou goed, ik ben hier in Drenthe en het is hier echt fantastisch mooi. En nou, dat lijkt me wel wat zo'n boerderijtje zoals je hierachter ziet. Fantastisch, mooi in de natuur. Veel ruimte om je heen, veel groen, prachtige bossen, ook de heide hier. Dus dat zou toch wel mijn droomplek zijn. Ik woon hier in Amsterdam, maar goed, wat niet is, kan nog komen. Altijd mooi om ergens van te dromen en naartoe te werken. Dan een andere vraag. Ik moet het even uit mijn hoofd doen. Ik weet niet alles, of ik alles nog in de juiste volgorde heb staan. Maar een andere vraag van Ineke was... daar hebben we fietsers. Hey. Hallo. Hi. Hi. Een andere vraag is, als ik een nieuwe baan zou, of als ik nieuw werk zou kiezen, wat zou dat dan zijn? En dat doet me denken aan mijn bijbaantjes die ik gehad heb. Ik ben op mijn 11e begonnen met oppassen, bij een oppasadres waar ik echt lange tijd heb opgepast. Dat had ze ook wel slim bedacht. Ze dacht, als ik nou een jong iemand neem, die moeder die had dat dus bedacht, als ik nou een jong iemand neem, dan kan ze de hele rit mee. Dus ik heb daar heel vaak opgepast, 's avonds. Gingen zij lekker een avondje uit en dan paste ik op de kinderen, ging ik samen eten en ze naar bed brengen en voorlezen en hele ritueel erbij. Ik heb ook bij de bank gewerkt. Ik heb in een notenzaak gewerkt waar we koffie en thee en noten verkochten. Dat deed ik op zaterdag en op donderdagavond. Superleuk bijbaantje. Ik heb ook nog in een klooster gewerkt waar ik ontbijtdiensten draaide en dus ontbijt langsbracht. En ik heb in de horeca gewerkt als bijbaantje. En de gemene deler van al die bijbaantjes is toch wel het zorgzame en het dienstbare, denk ik. Dus ik vind het leuk om mensen het naar de zin te maken. Om te zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen en het goed hebben. Dus zoiets zou het dan ook weer zijn als ik opnieuw iets zou moeten kiezen qua werk zijnde. En het leuke van mijn werk is nu dat daar allemaal eigenlijk wel in terugkomt. Dat zorgzame, maar ook het creatieve. En het met mensen bezig zijn, mensen naar de zin maken. En het ervoor zorgen dat ze het goed hebben. En daar zorgen video's natuurlijk voor. Dat ze goed zichtbaar zijn en hun marketing op de meest eenvoudige, maar ook meest doeltreffende manier kunnen doen. Dus, en een andere vraag van Ineke. Oh, ik zie dat daar weer fietsers aankomen. Een andere vraag is, wat mijn meest recente aanschaf, duurzame aanschaf is geweest. En dat is denk ik toch wel deze jas die ik nu aan heb. Een regenjas. Fantastische aanschaf. Ik ben er super blij mee. Want ik heb ook een elektrische fiets. Dus ik maak best wel behoorlijk lange tochten. En als je dan ook door weer en wind natuurlijk. En dan wil je gewoon een goede, wil je een goede regenjas hebben. Zodat je in ieder geval droog op bestemming aankomt. Dus het was best wel een uitgave. Maar ik ben er super blij mee. En ja, dit zie ik toch wel als een hele duurzame aanschaf. Omdat ik hier volgens mij jaren plezier van kan hebben. Dus dan een andere vraag. Moet ik even denken hoor. Wat was nog meer een vraag? Nou, ik ga het even checken. Oké, daar ben ik weer. Ik heb het even gecheckt. Een andere vraag van Ineke is wat ik doe om mijn voetafdruk zo minimaal te houden. En nou, ik denk dat ik... ik ben altijd wel kritisch met het aanschaffen van nieuwe spullen. Ik vraag me wel altijd af van, heb ik het echt nodig? En dus ik ben niet zo eigenlijk van het kopen van spullen.
Ook wel met kleding, denk ik, ben ik wel beperkt. Omdat het ook maar iets ja, tijdelijks... Weet je, je bent er maar zo kort... Ja, het is niet waar het om gaat. Tuurlijk wil je er verzorgd uitzien. En voor mijn werk vind ik het ook belangrijk om er verzorgd uit te zien. Maar op dagen dat ik bijvoorbeeld gewoon thuis werk en verder geen klanten zie, dan kleed ik me gewoon eenvoudig. En het voordeel daarvan is ook, vind ik, dat je er niet veel over na hoeft te denken. Dus ja, al die keuzes, er zijn al genoeg keuzes te maken. Als je een eigen bedrijf hebt. Dus dan is het ook wel lekker rustig als je niet te veel na hoeft te denken over de kleding die je draagt. En dan vind ik het des te leuker om als ik wel klanten zie of als ik wel naar een openbare gelegenheid ga. Om dan wel extra mijn best te doen en te zorgen dat ik er gewoon verzorgd uitzie. En dus ja, met spullen, ik ben daar wel kritisch op wat ik koop. En sowieso met... eten bijvoorbeeld ben ik ook wel bewust in die zin dat ik veel groenten ook van een biologische tuin eet. Super lekker, heel ja, voedzaam en gezond en het is leuk om het te oogsten. En dus ik kom eigenlijk zo min mogelijk, probeer ik in de supermarkt te komen. Maar zoveel mogelijk zelf te maken van groente. Ik vind het ook leuk om nieuwe dingen uit te proberen in de keuken. En eigenlijk gewoon zo natuurlijk mogelijk te eten. Zo min mogelijk uit zakjes en pakjes, maar het gewoon lekker zelf te maken. En als je dat eenmaal gewend bent, dan wil je ook niks anders meer. En een andere vraag is, moet ik even weer denken, ja, wat mijn levensmotto is. Nou, dat is toch wel, denk ik, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En ik wil er eigenlijk nog iets aan toevoegen, een dag niet bewogen is een dag niet geleefd. Want beweging vind ik wel echt super belangrijk. Ik zou echt niet een hele dag binnen kunnen zitten. Ik wil er altijd wel uit, het zij voor een wandeling, beter nog met een fietstocht. Lekker in de natuur. Dus bewegen, dat, ja, dat zorgt gewoon voor... Nou, het is goed voor je lichaam, het is goed voor je mind. Ik krijg er altijd nieuwe ideeën van. Ik krijg nieuwe inspiratie ervan om te bewegen. En ja, volgens mij is het gewoon heel gezond. En bewegen, met bewegen bedoel ik eigenlijk ook niet alleen fysiek bewegen, maar ook bewegen als... Door nieuwe dingen te doen die spannend zijn. Door nieuwe ervaringen op te doen. En als je een eigen bedrijf hebt, dan ja, ontkom je daar niet aan. Dus ja, wat dat betreft is het ook goed om in beweging te zijn. Om nieuwe dingen te doen. Om jezelf te stretchen. Om ja, dingen te doen die je spannend vindt. Of die, waarvan je misschien denkt, nou kan ik dat wel. En het gewoon te gaan doen. En dan kom je erachter dat je dat dus kan overwinnen. Dus ja, dat is wel een belangrijk levensmotto. Dan was er ook nog een vraag. Dat als je over kinderen, over wat je kinderen zou willen meegeven. En dat doet me eigenlijk wel denken aan een klant waar ik voor werk. Da Vinci, dat is een onderwijsbeweging. Ze maken echt prachtige... hebben een prachtige onderwijsmethode voor het basisonderwijs. En Da Vinci gaat heel erg uit van de verwondering van een kind. De verwonderingsvragen van een kind. En dat is leuk dat een kind altijd met hele verrassende vragen kan komen. Waar je als volwassene niet aan zou denken. Dus ja, als het gaat om milieu en de natuur en hoe je dat... overbrengt aan kinderen, denk ik, dat het vooral gaat om dat ervaren en dus vooral ja, de natuur in te gaan en dat samen te gaan ervaren en samen te gaan ontdekken hoe mooi het is en wat er allemaal uit kan ontstaan en hoe lekker het is om je eigen groenten bijvoorbeeld zaaien en te gaan planten en te gaan oogsten. Ja, superleuk. En ik denk als je kinderen daar enthousiast voor maakt, dat ze daar dan ook, dat ze dat ook natuurlijk heel erg leuk vinden om dat zelf te gaan doen en te gaan maken en te creëren. En dat ze dan ook heel zorgvuldig met de natuur om zullen gaan. Dus ja, vooral het samen ervaren en
en beleven. En nou goed, dat was het wel zo'n beetje volgens mij. Ik heb volgens mij niet alle vragen gehad, maar nou goed, ik hoop dat dit inspirerend is. En ik ga weer verder op de fiets. En nou, tot wie weet een volgende keer.